In deze film drie features die Adobe heeft doorgevoerd in updates van Photoshop CC, die ik eigenlijk stiekem best wel irritant vond en die je gewoon kunt verhelpen. De eerste is als je een nieuw bestand aanmaakt, wanneer je naar boven bij bestand naar nieuw gaat, krijg je deze interface. En deze, ja, inmiddels bestaat die toch alweer een tijdje, maar ik vind het gewoon maar onzin. Al die voorkeuren, dat is voor mij helemaal niet nodig. Ik wil me gewoon focussen op het rechter gedeelte. En vroeger was het enige wat je voor je neus kreeg ook dat. En dat kun je ook weer gewoon terughalen. Dat doe je bij bewerken, voorkeuren en dan algemeen. En dan heb je hier de optie vorige interface voor nieuw document gebruiken. En je vindt dat gewoon aan, drukt op oké. OK en ga je nu naar bestand en nieuw. Dan krijg je gewoon de oude mogelijkheid om een nieuw document te maken. Voor mij veel eenvoudiger. Ik weet wat ik hierin moet vullen en al die presets en zo, daar zit ik allemaal niet op te wachten. Het tweede irritante ding, dat is tekst. Als je naar de teksttool gaat, die vind je hier aan de linkerkant of met de sneltoets T, en je klikt ergens, dan krijg je standaard lorem ipsum in beeld. En Lorem Ipsum is gewoon de eerste twee woorden van een heel stuk onzin tekst. En dat kan, als je met opmaak van teksten bezig bent, best handig zijn om gewoon een lab-standaard tekst te hebben. Maar ik vind het best irritant dat Photoshop hier iedere keer mee komt. Nou, ik klik hierboven even op het vinkje om de tekst definitief te maken. Maar ik wil dus niet standaard deze tekst. En ook dat vind je bij de opties bewerken, voorkeuren. En dan kies je voor tekst. Of als je al in dit venster zit, kun je hieronder voor tekst kiezen. En dan kun je hier uitvinken. En dan heb je hier de optie vul nieuwe lagen met plaatsaanduidingstekst. Nou, en dat zet je uit en je drukt op oké. OK. En als je nu gaat typen, je selecteert gewoon iets. Je krijgt een springende cursor en je kunt zelf tekst neerzetten. En de derde optie, die is wel redelijk recent ingevoerd. Dat is undo. Een stap terug dat kun je doen met de sneltoets Ctrl-Z. En voorheen was het zo dat je met Ctrl-Z maar één stap terug kon en wilde je meerdere stappen terug, dan moest je de combinatie Ctrl-Alt-Z gebruiken. En nu is het zo, met Ctrl-Z ga je gewoon iedere keer stappen terug. En dat vind ik ook een klein beetje irritant. Ik wil gewoon de oude combinaties zoals ik ze had. Nou, dat doe je wederom bij bewerken, maar dan niet bij voorkeuren, maar bij sneltoetsen. En dan kun je hier zeggen de verouderde sneltoetsen voor ongedaan maken gebruiken. En je moet Photoshop wel even opnieuw starten. Geen probleem, doen we gewoon. En als ik nu bijvoorbeeld een nieuw bestand aanmaak. en ik slinger daar een stukje tekst in. en ik maak bijvoorbeeld een ander stukje tekst. en ik verplaats dat ook nog een klein beetje. Nou, heb ik drie dingen gedaan. Als ik nu op Ctrl Z druk. dan is alleen die verplaatsing ongedaan gemaakt. en druk ik dan weer op Ctrl Z. dan doet hij het weer opnieuw. In plaats van dat hij. Het stukje tekst ook verwijderd. En dat vond ik persoonlijk gewoon veel makkelijker werken. Ik werk inmiddels ruim 10 jaar met Photoshop. En als Adobe besluit om dat soort hele kleine dingetjes te veranderen. Ja dan raak ik een beetje in de war. Want dat ben ik gewend. En ik heb dat ook graag weer terug. Tot zover dus deze drie hele kleine dingetjes. Die mij eigenlijk best wel een beetje irriteren. Die je dus ook weer gewoon heel makkelijk terug kunt zetten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.